Het is dinsdag 16 mei en ik heet u van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Achter het Nieuws. Het onderwerp voor vanavond is het grondrechtenvraagstuk. We gaan praten met Patricia Mullenhof. Zij is staats- en bestuursrechtsdeskundige. En met de heer professor Jack Menke, socioloog. Goedenavond en welkom bij ons. Het is hoog tijd dat de Surinaamse regering werkt aan de wettelijke erkenning van de collectieve grondrechten en van de inheemse en in stamverband levende volken. We hebben afgelopen week zaterdag gezien dat voor de tweede keer in onze historie grote groepen inheemse stammen en gemeenschappen door de straten van Paramaribo hebben gelopen om een signaal te sturen richting de beleidsmakers om dit nu echt van de grond af te bewerkstelligen. Waarom zijn deze collectieve rechten zo belangrijk, mevrouw Patricia Mullenhof? Zoals de inheemse zelf aangeven en ook is het ook internationaal ook vastgesteld, hebben deze mensen de rechten op de gronden nodig om te kunnen leven zoals zij willen leven. Ja. Het gaat om hun bestaanszekerheid. Zonder rechten op de grond kunnen de mensen, hebben ze geen rechtszekerheid. Kunnen ze geen normaal leven leiden, zeker in het binnenland. Dus vandaar dat deze rechten zo internationaal erkend zijn. En het zijn fundamentele mensenrechten. Rechten waaraan niemand kan komen. Ja, u zegt rechtszekerheid. Biedt onze huidige bestuurssysteem die rechtszekerheid niet voor deze groepen? Nee, omdat deze groepen nog steeds vechten voor de wettelijke erkenning. Het Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens heeft duidelijk bepaald dat de inheemse en tribale volken geen rechtsbescherming genieten in Suriname. En dat wij ons systeem moeten gaan aanpassen. Er moet wetgeving komen die de bescherming geven aan deze groepen. Ja. En dat is de staat Suriname is tot 3 keren toegevonnist. De eerste vonnis was in 2005, Moiwana-vonnis, en later de Samaka-vonnis. En bij de Kalinya-Lokone-vonnis heeft het Hof dat weer bevestigd. Dus daarover hoeft er geen twijfel te bestaan. De mensen genieten rechtsbescherming en het gaat om mensen, hun mensenrechten die geschonden worden. Klopt. Meneer Menke, sinds het bekend is dat de regering van plan is om de wet op grondconversie goed te keuren, om burgers meer zekerheid te geven, hebben verschillende inheemse en Maron organisaties op verschillende momenten petities aangeboden aan DNA. En ze hebben aangegeven dat die collectieve grondrechten eerst goedgekeurd moeten worden, alvorens de conversiewet behandeld moet worden in DNA. Waarom denkt u dat deze groepen zich op dit standpunt hebben gesteld? Ik denk dat dus die inheemse zich terecht beroepen en aan de ene kant op de vonnissen die er al zijn geweest in 2005 Moiwana, 2015, 16 Lokono, Kalinya Lokono vonnis voor de schending van deze rechten. Mm-hmm. En twee, misschien even belangrijk, is dat inheemsen, ook in die spirituele tocht van afgelopen zaterdag, mm-hmm. Hebben geuit dat het land eigenlijk ziek is. Ja. En huilt en dat ze eigenlijk aan spiritueel vragen om het land, wat hun toebehoort. Dus en het gaat niet om heel Suriname, het gaat om de collectieve rechten, mm-hmm. om dat te herstellen. Ja. En want hun leefgebieden worden niet alleen maar ernstig bedreigd, die worden op dit moment, en echt waar het zijn zo'n meer dan 50 inheemse dorpen, mm-hmm. Er is een enorme vernietiging gaande in een heleboel van die dorpen. Ja. En wij in de kustvlakte, degene die dat niet met hun eigen ogen hebben gezien, weten niet wat er gebeurt.
Weet je, en ik denk dat, dus ja, ik zou zeggen, er is een, in Suriname op dit moment, is er een soort stille, ja, conflict, maar een stille oorlog gaande. En wij moeten als Surinamers, en dat geldt voor inheemse, voor tribale volkeren, maar ook de mensen in de stad, in de kustvlakte, wij moeten eigenlijk ervoor zorgen dat dat stille conflict dat gaande is op alle niveaus, dat het via dialoog, interculturele dialoog, dat we dat eigenlijk ja, oplossen. Ja. Om, weet je, het voortbestaan van onze samenleving die bezig is uiteen te spetteren, om dat te voorkomen. Dus ik maak me ernstig zorgen om wat er gaande is. Dus zeker met dus het vraagstuk van de grondrechten, van inheemse, waarmee we eigenlijk vanaf de onafhankelijkheid, weet je, dus het steeds op de lange baan zitten te schuiven. Ja. Ondersteunt u dat standpunt van deze groepen dat die grondconversiewet aangehouden moet worden alvorens wij of de Nationale Assemblée de wet op collectieve grondrechten goedkeurt? Ja, ik ondersteun het, omdat geen enkele wet in Suriname beschrijft waar de dorpen of de ligging van de dorpen of de woon- en leefgebieden van de inheemse en tribale volken zijn. Ja. En geen enkele wet, ook het conceptwet, grondconversie, beschrijft dat niet. Ja. Zegt gewoon dat men rekening moet houden met de dorpen. Ja. Maar waar zijn de dorpen? Wie zijn inheemse? Wie zijn Marons? Waarom die rechten? Dat is nergens gedefinieerd. Dus als je komt met zo'n wet, ga je de overheid wil krijgen of derden die gaan komen en zeggen bewijzen dat hier jouw dorp is. Dan is het nergens te bewijzen. Ja. Als de inheemse kunnen ook niet naar de rechter gaan, omdat in de grondconversiewet worden inheemse en tribale volken niet erkend als rechtspersonen. Ja. Voor het recht bestaan ze dus niet. Dus als je denkt dat je als er sprake is van schending van jouw rechten als inheemse, kan je nergens gaan, omdat er geen wetgeving is die je beschermt. Ja. Dus je zal eerst moeten zorgen voor het stukje bescherming en dan komen met grondconversie. Het gevolg kan zijn dat wanneer er een wetconversie komt, dat individuen die grondhuurbeschikkingen hebben in gebieden waar de inheemse en tribale volken wonen, in een conflict situatie kunnen komen te staan. Omdat de inheemse dan moeten bewijzen dat gebied behoort tot inheems gebied. Ja. En hoe gaan ze dat bewijzen? Omdat de wet dat niet duidelijk beschrijft. Ja. En, maar een ander standpunt is dat de uitgegeven concessies in hun gebieden terug in de boezem moet gaan van de dorpen. De conversiewet moet die zekerheid brengen voor mensen die grondhuur hebben, erfpaag, etc. Geldt het ook voor concessierechten? Nee, geldt niet voor concessierechten. Concessierechten zijn andere soorten rechten. Ja, dan is ja. Eigenlijk de vrees, dan hoeven ze zich niet te vriezen dan. Nou, wanneer het gaat om concessionarissen. Maar ja. Wanneer het gaat om mensen met beschikkingen, grondhuurbeschikkingen, dan kunnen er een conflict situatie ontstaan tussen de inheemse en de vergunninghouder. Noem je dat? Grondhuur. Grondhuur. Ja. Degene die grondhuur beschikt. Ja. Omdat de inheemse nog moeten gaan bewijzen waar hun woon- en leefgebieden zijn. Ja. En dat is nergens beschreven. De grenzen zijn niet aangegeven van de dorpen of de woon- en leefgebieden zijn niet nergens aangegeven. De inheemse en tribale volken kunnen ook niet naar de rechter gaan als collectief, als groep, omdat ze voor het recht niet bestaan. Ja. Let wel, we kennen vonnissen hier in Suriname, zeker één vonnis waarbij de rechter het dorpshoofd niet ontvankelijk verklaard heeft, omdat hij niet als vertegenwoordiger van de groep van het dorp aangewezen is, omdat hij geen rechtspersoon is, ja. Volgens de wet. En terecht, de wet heeft conform de wetgeving gehandeld. Ja. Dus wil je die effectieve bescherming geven aan deze gemeenschappen, dan zal je hen eerst moeten erkennen als collectief groep, collectief eenheid. Ja, ja. En ja. Oorspronkelijk kent dit continent, Zuid-Amerika, collectieve grondrechten. Maar met de komst van de Europeanen hebben ze individuele grondrechten erkend aan burgers. Klopt dat, meneer Menke?
Ja, nou, oorspronkelijk wordt op dit continent, ja, de inheemse van Panama, mm-hmm, de Cunha-inheemse noemde het Abiyala. Mm-hmm. Weet je, dat betekent dus, weet je, met de, in harmonie met de natuur leven. En ja, dus die kende eigenlijk alleen maar wat we noemen collectieve rechten, communale rechten beter gezegd. En wat je hebt gehad, dus ook in het geval van Suriname, is dat op een bepaald moment en op het punt van grondhuurconversie snel terugkomen, ja, is dat dus op dit moment, mm-hmm, dus de afgelopen jaren in de assemblee, is het grond, ik noem het grondconversielobby, is verschrikkelijk sterk geworden binnen de assemblee. En het betekent dat als je inderdaad grondconversie zou verzilveren voordat collectieve rechten worden verzilverd, dan denk ik niet dat het nog mogelijk is om dat terug te draaien. Hè? Als je dus grondconversie hebt omgezet in eigendom. Ja. En dat plaatje is ook nooit gewezen van hoe dat eruit ziet. Maar ik kan je garanderen, er zijn een heleboel grootgrondbezitters op het punt van grondhuur. Ja. Dus dat is één lijn in wat ik noem die driehoek, hè, in dat krachtenveld. De tweede lijn is waarover Patricia het had. Weet je, die concessies. Mm-hmm. Dus concessierechten, dat zijn andere rechten. Maar je hebt concessiemagnaten. En die heb je dus eigenlijk binnen de goudsector. En dat is een heel groot verschil met wat er is gebeurd met de mijnbouwrechten. Mijnbouw is afgebouwd, tenminste de productie van bauxiet in 2016, toch na 100 jaar bauxiet. Maar je had eerst ook mijnbouwrechten, ja, en die mijnbouwrechten, dus ook concessies van de Suralco, Billiton, die hebben dus rond in de 70er jaren ook ervoor gezorgd dat inheemse werden weggedrukt van hun grond. Ja. Dus er zijn incidenten geweest in Apura, weet je, Washabo, waar inheemse door de overheid, dus met toestemming van de overheid, bulldozers op de kostgronden van de inheemse zijn gegaan. En toen heb je ook een hele grote actie gehad. Dat was de eerste actie van, weet je, opkomen voor actie grondenrechten in 1976. Weet je, en ze hebben later samen gekoppeld met, het was Kano, met Santigrong. Ja. Weet je, dus met tribale volkeren. Om aan te geven van dat niet kon. Bovendien is toen ook een commissie geweest, ik weet niet of je weet, de commissie Quintus Bos, 1977. Die moest advies geven toen aan de regering. We waren toen al onafhankelijk. En je gelooft het niet, de commissie. Quintus Bos heeft eigenlijk een advies gegeven dat indruist tegen, weet je, dus de collectieve rechten. Ja. En het ging echt uit van, weet je, dus de rechtsstaat Suriname met de individuele rechten. Dus ook die commissie heeft niet in het belang gewerkt van eigenlijk de communale rechten van inheemse. Ja. Dus ik zou zeggen, we moeten echt goed onderstrepen dat er een krachtenveld is ontstaan na dus de overheersing van de bauxietsector, weet je, vanaf 1916 tot 2016, is er een grote ommekeer gekomen in Suriname, in het krachtenveld dat zich verzet tegen collectieve rechten. En dat zijn wij zelf geworden. Ja. Weet je, de bauxiet multinationals met de Alcoa en de Billiton zijn er niet meer. Maar we hebben nu dus de goudmagnaten, de houtmagnaten en concessionarissen. En we hebben de, weet je, de grondconversielobby heb je. Ja. Dus je hebt van drie kanten dat eigenlijk, weet je, dus die inheemse collectieve rechten en natuurlijk ook van de tribale volkeren, dat die eigenlijk in een hoek worden gedrukt. En dat is een zeer gevaarlijke zaak als we werkelijk ervan uitgaan dat, weet je, Suriname moet worden behouden als samenleving. En dat things, weet je, dus they don't fall apart. Ja. Maar dat is nu gaande met de Surinaamse samenleving, dat het bezig is helemaal af te brokkelen en uiteen te vallen. Ja, we zijn partij van verschillende conventies die de rechten van inheemse volkeren moeten beschermen. Kunnen we stellen dat, ondanks we partij zijn, ons land zich niet houdt aan de internationale regels met betrekking tot de bescherming van de rechten van deze volkeren? Ja, daarom is de staat gevonnist. En kijk, we hebben onze mond vol hier in het land over die rechtsstaat gedachte. Dat moeten we altijd hoog houden. En wanneer het gaat om de uitvoering van internationale vonnissen,
Daar moet je het bewijs leveren dat, je daadwerkelijk, dat we daadwerkelijk kunnen praten van een rechtsstaat. Ja. En we kijken nu naar ondernemers, maar de grootste boosdoener hier is de overheid. Ja. De regeringen die gekozen zijn door de gemeenschappen, door de Surinamers. En zij, de regering, geeft zonder met de mensen te praten, zonder medeweten van de mensen, toestemming aan derden om economische activiteiten te ontplooien in gebieden waar ze eeuwen bewoond hebben. Maar het land moet ontwikkeld worden. Het land moet ontwikkeld worden, maar met het huidige systeem kan je daadwerkelijk praten van de ontwikkeling. En zeker, het land wordt ontwikkeld, maar driekwart van het land blijft onderontwikkeld. En liefst de gebieden van waar de mineralen, de natuurlijke hulpbronnen, gevestigd zijn. Dus ja, sommige mensen die zeggen van ja, als we nu met wetgeving komen, dan zal het binnenland onderontwikkeld moeten worden. Maar ik zeg ja, nu zonder wetgeving al is het onderontwikkeld. Ja. Dus wat maakt het uit? Maar natuurlijk, wanneer we gaan voor wetgeving, moeten we ervoor zorgen dat we rekening houden met alle belangen en ook zeker het internationaal recht. Omdat de verdragen staan boven de Surinaamse wetten en ook de grondwet. Trouwens, het internationaal hof voor de rechten van de mens, ja, heeft ook gezegd dat de grondwet, de Surinaamse grondwet, in strijd is met het internationaal recht. Ja. Het hof heeft ook bepaald dat de wet bosbeheer ook in strijd is, artikelen daarin, in strijd is met het internationaal recht, mijnbouwwet, de L-decreten, de ja, wet op regionale organen. Ja. Dat heeft het hof duidelijk uitgelegd. Waarom heeft het hof dat uitgelegd? Omdat de staat toentertijd gevraagd heeft voor verduidelijking. Ja. En het verbaast me wanneer ik juristen, en zeker academici, dezelfde vraag stellen van hoe zit het daarmee, terwijl het vonnis daar zit om, er is om te lezen. En liefst deskundige academici in het parlement. Ja. Ik wil ze niet bespreken, maar het is me wel opgevallen dat, eigenlijk laat me zeggen dat ik een beetje teleurgesteld ben teleurgesteld in bepaalde mensen, omdat je verwacht tenminste dat ze zich minimaal oriënteren op een vraagstuk en zeker een onderwerp wanneer zij dat gaan behandelen. Ja, hoe kijk, hoe wordt er internationaal naar ons gekeken als we deze vonnissen niet naleven of uitvoeren en we onze nationale wetgeving niet aanpassen aan de hand van de internationale conventies waarvan wij partij zijn? Ik denk in de eerste plaats op ons continent, Zuid-Amerika. We zijn met hoeveel? 12, 13 landen. Ja, met Frans-Guyana erbij. Dat is een departement van Frankrijk. Ja. En neem die 12 landen. Overal zijn de collectieve rechten erkend. Ja. Ja, overal. En ik denk dat Suriname eigenlijk buiten de bocht valt. En er is nog iets merkwaardigs met Suriname, dat omdat er hier eigenlijk zo'n grote Wild West heerst, ja, dus ik denk het grootste Wild West van op het hele continent op dit moment is Suriname. En daarom trekken dus een heleboel mensen dus die vanuit de Franse kant, weet je, worden weggejaagd. Ja. Weet je, daar is men veel strakker. Die komen in Suriname terecht. En ook wat betreft Brazilië, waar de nieuwe regering onder leiding van president Lula heel streng is gaan optreden tegen wat ze noemen de uitroeiing, hè? Dus zo staat het in de Braziliaanse kranten, uitroeiing van een aantal inheemse volkeren, waaronder Yanomami inheemse, weet je, dat is een groep van 30.000, en dramatische toestanden van vervuiling en kindersterfte, opname in ziekenhuizen, dicht bij Suriname, Roraima. Maar er zijn al geluiden dat een deel van die Braziliaanse garimpeiros en een paar grootgrondbezitters, weet je, dus Suriname zijn binnengetreden. Ja. Dus ik denk dat internationaal, dus en zeker wat betreft ons continent, grote broer Brazilië in het zuiden, ook regionaal denkt en ze hebben twee momenten uitgekozen dit jaar om toch te praten over het vraagstuk van de inheemse. Eén is in augustus is er een ACTO bijeenkomst gepland. ACTO is een, ja, is een beetje, was een beetje
op een laag pitje gaan draaien, vooral de afgelopen jaren onder Bolsonaro. Maar ACTO is eigenlijk een samenwerkings, zeg een pact, een verdrag tussen, ik dacht, 8 landen in het Amazonegebied en Suriname zit er ook in. En het wordt op heel hoog niveau gedaan in, ik dacht in, het wordt in Para gehouden in Billing in augustus. En het is ook op het niveau, het hoogste niveau, dat presidenten worden uitgenodigd. En natuurlijk ook binnenkort een meeting op presidentieel niveau om te praten over eigenlijk de regio. Dus ik denk internationaal, en dan beperk ik me zeker tot, weet je, dus de regio Zuid-Amerika, zijn de ogen ook gericht op, weet je, Suriname. En ik moet tot mijn spijt zeggen, Suriname is toch wel een Wild West. En misschien goed om, weet je, ook een dorp te noemen. Het dorp KWM Haken is aan de Lawa. En ik moet je zeggen, ik ben er 2 keer geweest, een tijdje terug. Ja. Het was een dorp waar echt inheemse, afgesloten misschien van, weet je, zelf het midden van Suriname, heel communaal leefde. En hun visgronden, hun biodiversiteit, alles werd gebruikt. Wat er nu, als je nu de beelden ziet van KWM Haken, een deel van de bevolking is verdreven. Ja. Een deel is naar Frans-Guyana. En het trieste is dat inheemse die leefden van hun, weet je, van het bos en hun visgronden, dat ze nu aquacultuurvijvers, weet je, dus mensen uit de kustvlakte, de stad, stichtingen die hebben aquacultuurvijvers moeten aanleggen, omdat ze dus het voedsel van de rivieren en de kreken niet meer kunnen gebruiken. Ja. En dit is een verschrikkelijke schending van mensenrechten. En je had het over assembleeleden, dus die nauwelijks weet hebben van, weet je, wat er allemaal aan wetgeving is en aan vonnissen, ze lezen de dingen niet. Maar de schendingen zijn heel ernstig en we hebben op dit moment een assemblee met 51 leden. En ik moet zeggen van, het zijn de volksvertegenwoordigers die eigenlijk de belangen van het volk, weet je, absoluut niet op correcte manier vertegenwoordigen, maar ze zijn bezig de belangen te behartigen van die driehoek waarover ik het had. Weet je, de houtmagnaten, de goudmagnaten en de lobbyisten voor grondconversie. En dat is dus ongelooflijk triest als we dus vanuit gaan dat Suriname een rechtsstaat is met 3 machten waarbij, weet je, dus de wetgevende macht en de mensen die gekozen zijn in de DNA, weet je, dat is op papier de hoogste macht. Maar het is een hele trieste aangelegenheid dat ja, de schending van collectieve rechten, weet je, vanaf de onafhankelijkheid, vanaf de republiek zijn, gestadig voortgaat. We pakken een break, dan zijn we straks terug met deze aflevering. Dit is nog steeds Achter het Nieuws op dinsdag 16 mei. We gaan verder praten met onze gasten, Patricia Mullenhof en Jack Menke. Mevrouw Mullenhof, als wij een overzicht nemen met betrekking tot de verschillende wetsproducten op grond die we in Suriname hebben. We hebben absolute eigendom, grondhuur, erfpacht en de wet natuurbescherming van 1954. Ik heb ook begrepen dat internationaal ook Suriname is veroordeeld met betrekking tot deze wetgeving. Want deze verschillende wetsproducten hebben geen rekening gehouden met de collectieve grondrechten. Hoe komt het? Omdat we in ons denken, in het Surinaams rechtssysteem, we geen collectieve eigendomsrechten hebben. Ja. Kennen, dat is het. Het is niet, het is een nieuw soort recht dat geïntroduceerd zal worden met de wet op collectieve rechten van inheemse en tribale volken. Ja. Het bestaat er niet. En het Hof zegt, onze wetgeving, het systeem moet zich gaan aanpassen en er moet synchronisatie plaatsvinden. Ja. En in dat kader heeft de juridische faculteit van de universiteit, ja, ook een onderzoek gedaan en de diverse wetten een listing hebben gemaakt van een listing heeft gemaakt van de diverse wetten die gewijzigd moeten worden. En, in het kader van de erkenning van de collectieve eigendomsrechten. Maar dan gaan we, tribale volken. Gaan we voor de binnenlanden
collectieve grondrechten goedkeuren en voor de kustvlakte deze wetsproducten als eigendoms... Nee, kijk, wat er is, de mensen maken recht op collectieve eigendomsrechten. Ja. De overheid blijft het recht behouden bijvoorbeeld om concessie te geven, ja, om gronden te wijzen. Ja. Maar de mensen moeten eerst gehoord worden. Mm. En wanneer het gaat om grootschalige projecten, ja, die hun levenswijze gaat verstoren, moeten de mensen toestemming geven. Maar de overheid blijft het recht behouden in algemeen belang om rechten toe te kennen aan derden. Alleen in de nieuwe situatie moeten de lokale gemeenschappen, de inheemse en tribale volken, gehoord worden. Ja. In bepaalde gevallen moet er zelf toestemming gegeven worden. En in de nieuwe situatie, wanneer de concessiehouder, die gaat retributie betalen bij de overheid, maar de overheid moet ervoor zorgen dat een deel van de inkomsten, de voordelen die komen uit de gebieden waar de mensen komen, dat een deel van die inkomsten terugvloeit naar de gebieden. Ja. En dat zal een ontwikkelingsfonds moeten komen en dat zal... De middelen zullen dan ingezet moeten worden voor de lokale gemeenschappen, voor ontwikkeling van die gemeenschappen. Dat noemen we, benefit sharing. En dat is niet nieuw. Ja. We kennen dat ook met die decentralisatiegedachte. Ja. Ik hoorde vandaag een parlementariër zeggen, we kennen geen autonomie in Suriname. Dat klopt niet. Ja. Autonomie is verankerd in de grondwet. Met de wet interim financiële decentralisatie hebben die districten autonome taken gekregen om gelden te innen en te storten, ja, in hun districtsfonds en zelf te beheren. Ja. Dat is, ja, autonomie. Ja. Ja. En het is niet zo vreemd wanneer we praten over burgerparticipatie, participatieve democratie, het is verankerd in de grondwet. Het is niet nieuw. Het is het betrekken van de gemeenschap bij hun eigen ontwikkeling. En die top-down gedachte van wij brengen ontwikkeling voor die gemeenschappen, dat kan niet. Dat geldt heden ten dagen niet meer. Dus daarom er moet een mindshift plaatsvinden. Ik neem bepaalde mensen niet kwalijk. Ik neem wel academici kwalijk die de mogelijkheid hebben om te lezen, om zich te oriënteren en naar die bepaalde uitspraken doet. Want het zijn rolmodellen en er zijn medeburgers die kijken, die opkijken naar deze rolmodellen. Dus echt, ja, ik moet dit even kwijt, ja, zeker als rolmodel en mensen die een bepaalde positie bekleedt. Ja. Let op wat je zegt, want, ja, er zijn velen. Je hebt natuurlijk mensen die achter je staan en die je krakkeloos overnemen wat jij zegt, ja, omdat men ervan uitgaat dat je deskundig bent. Dus ik wil echt een beroep doen, zeker op velen binnen deze de samenleving. Wanneer ze bepaalde zaken bespreken, laat ze het correct doen. En als die bewustwording er niet is, laat men meer gaan lezen. Ja. Waarom is de overheid bang om het recht? Ja, om het recht van, te geven. Ja. Nou, omdat die overheid is dus gegroeid als heel centralistische overheid. Ja. En Patricia heeft gelijk, kijk, we zijn grondwettelijk ook een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Ja. Waarbij overigens het onderscheid van kustvlakte, savanne en bosgebied, ja, ja, weet je, wordt niet gemaakt. Ook niet wat inheemse en tribale volkeren betreft. Want er zijn ook een aantal inheemse dorpen en grote dorpen in de kustvlakte. Ja. En dan denk ik aan Bernarddorp en Albina, Marijkendorp, Galibi. Nikeri heeft ook. En Nikeri heeft ook. Dus Saramaka. Dus je hebt eigenlijk, ja, in alle drie, noem het even ecologische zones, ja, heb je dus inheemse dorpen. Dus als je de kaart, we hebben die kaart misschien, we moeten misschien die kaart, weet je, dus ook even tonen. Als je de kaart bekijkt, zie je eigenlijk al die inheemse dorpen, weet je, Wayana's vooral onderaan, weet je, en Trio, Arawakken, of Locono, Caraïben, weet je, Galibis en Caraïbisch, ja, dorp. Zie je ze allemaal, weet je, met hun kleuren, over het hele land verspreid. Ja. Weet je, dus meer dan 50 dorpen. En ik denk dat je dan niet het onderscheid kan maken van, weet je, dus collectieve, yes, rechten alleen voor het verre binnenland, weet je, waar de diepe zuiden en het savannegedeelte en in de kustvlakte. Dus dat kan niet. Okay. Dus dat kan niet. Ja, ja, ja. En ik denk dat dus het belangrijk is om, als we kijken naar dus het vraagstuk van, weet je, grondrechten, dat we inderdaad misschien ook de lobbyisten en de politieke partijen en de DNA-leden, dat er toch wel een verschrikkelijk goede bijscholing en vorming nodig is. En dat heeft te maken met wat jij zegt, Patricia, dus het
het technische en het juridische. Maar dan heb je een ander aspect. Er is toch wel een heleboel misverstand over, weet je, wie zijn inheemse? Want daar begint het mee. Ja. Als je op straat loopt of je praat met politieke figuren, laatst hoorde ik in de assemblée dat een betoog van bekende assemblée, Jogi had het erover dat inheemsen 300-400 jaar geleden waren het wel collectiviteiten. Ze leefden in collectief verband. En hij zegt van nou, nu heb je een heleboel inheemsen die gebruik maken van individuele rechten. Ze eten van twee walletjes. Ze zijn helemaal verwesterd. Sommigen hebben grondhuur. Dat klopt. In Bernardorp heb je grondhuur. Ja. En, maar dat wil niet zeggen dat dat indruist, weet je, tegen eigenlijk de eis van inheemse op, weet je, hun collectieve rechten. Ja. Ik denk dat dat iets is dat, dat je niet kan vervreemden. En het misverstand dat er ook bestaat is dat als inheemse in bijvoorbeeld Bernardorp, is een van de grootste dorpen, je hebt het aan weerskanten van ja, de Indira Gandhiweg. Weet je, als je rijdt naar Sanderij rechts, groter deel, maar links heb je ook nog een stukje Bernardorp. Nou, als je in Bernardorp komt, net als een heleboel dorpen in savanne en kustgebied, zie je een heleboel gemengden. Ja. Weet je, kabokolos, hoe je ze ook noemt, gemengd met Javaan, met mensen, creolen uit de stad, met Hindoestanen. En het argument dat ook wordt gebruikt is van, weet je, het zijn geen echte inheemse. Maar dat is niet de definitie van inheems. Inheems wordt bepaald door zelfidentificatie, ja, en het bestuurssysteem dat men heeft. Weet je, dus als Bernardorp een bestuurssysteem heeft en Kasipor heeft een bestuurssysteem waarbij je ook de kapitein hebt, de Bajas, Pierre Condre, dan mag meer dan de helft gemengd zijn met niet-inheemse, ze mogen kabuguru zijn, dan nog zijn het inheemse. Ja. Dus, en dat ga je dus niet kunnen weghalen. En dat is een van de misverstanden en ook een van de mofokoranties die in die lobbygroepen wordt verspreid, om te zeggen van die 20.000 inheemse die we hebben geteld in de volkstelling van 2012, zeggen ze het gros is niet inheems. En ik ga je zeggen dat is onzin. Ja. En misschien de protestmars, de spirituele protestmars laatst. Ik was er, uit solidariteit ook. En ik moet je zeggen, na die mars kwam ik ook, mensen spraken me aan. En het waren zeker 4, 5, het waren wat we zouden noemen kabokkelos. Maar het zijn mensen dus die kwamen allemaal uit Kommerwijn. Ze zeggen van, we zijn gewoon trots om inheemse te zijn. Ja. Weet je, ze hadden dus, weet je, krulletjes in hun haar. Sommigen leken helemaal niet op, dus wat wij noemen inheemse. Maar het zijn mensen die met hun kleding kwamen en zich dus inheems voelden en in die protestactie hebben meegedaan. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat er, behalve dus dat technische, dat er toch wel een heleboel awareness building nodig is om mensen in de kustvlakte zoals wij, om die ervan bewust te maken van dat, weet je, wie eigenlijk inheemse zijn en waarom eigenlijk ze een, ja, een rechtvaardige strijd voeren voor hun collectieve rechten. Dus die definitie moet dat volk zelf gaan formuleren, wie inheems, ja, is. Artikel 41 van de grondwet van Suriname staat dat de staat eigenaar is van alle natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen. Hoe gaan we dit deel goed regelen als de staat de collectieve rechten gaat erkennen? Dit artikel moet geschrapt worden. Yes. Het Hof heeft gezegd dat dit artikel in strijd is met de collectieve rechten, met het internationaal recht. Ja. En hierover hoeven we niet te discussiëren. We hoeven daarover niet te discussiëren. En daarom... Het internationaal daarom, gerechtshof, hè? Ja, ja. Daarom... wat ons te wachten staat, is dat groepen... nu uiteindelijk naar het constitutioneel hof zullen gaan om te eisen dat er getoetst wordt aan het internationaal recht. Ja. Wat zal het gevolg zijn? Wat zal het gevolg zijn voor het land Suriname? En u moet weten, ook overheidsbesluiten kunnen getoetst worden aan het internationaal recht, want het is wetgeving, ja, op hoogste niveau. Dus wanneer mensen praten over grondrechten, ik denk, laten we gezamenlijk gaan kijken naar een werkbaar model en laten we zeker de standaarden in acht nemen. Het is niet zozeer
een strijd tegen ondernemers, dat is het geworden. Maar een strijd tegen de overheid die moet zorgen voor de rechtsbescherming van de inheemse en tribale volken. Een strijd tegen de overheid die geen rekening houdt met het bestaan van de mensen. U kunt zeggen, de concessies zijn al tientallen jaren teruggegeven, of 5 jaar geleden gegeven. Maar ja, het is en blijft de overheid. Je bent verantwoordelijk als overheid voor alles wat je voorganger gedaan heeft. Jij moet gaan terechttrekken wat rechtgetrokken moet worden. Daarom ben ik blij dat de huidige regering toch de moed heeft genomen om een conceptwet in te dienen bij het parlement. Ja. En nu is het des parlement om te bepalen wat zij willen. Ja. We gaan afsluiten, tot slot, aan jullie beiden. Sommigen zeggen, de erkenning van de collectieve rechten gaat die ontwikkeling van Suriname tegenhouden. Wat is jullie mening hierop? Nou, ik denk dat de erkenning van collectieve rechten een nieuw perspectief voor ontwikkeling gaat, met zich gaat meebrengen. Namelijk het perspectief vanuit inheemse en ik denk ook tribale volkeren, wat een heel ander perspectief is dan het perspectief dat, weet je, dus mensen nu, weet je, dus in termen van, we noemen het hebzucht en roof, individuele roof en hebzucht, niet alleen van onze natuurlijke hulpbronnen, maar eigenlijk van eigenlijk de toekomst van het land. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we tot inkeer komen en dat we het ontwikkelingsperspectief ook gaan wijzigen. Want een ontwikkelingsperspectief is echt niet, weet je, zoveel mogelijk geld verdienen en zoveel mogelijk exporteren van goud en andere natuurlijke hulpbronnen naar het buitenland. Dat ze terechtkomen in het centrale kas bij financiën, maar dat is die centralistische staat. Dat alles centraal terechtkomt bij financiën en dat financiën netjes moet gaan herverdelen. Ja. Dus ik denk dat er een totale ommekeer moet komen in dus ook het ontwikkelingsperspectief. En dat mis je bij achtereenvolgende regeringen. Met het accepteren van collectieve rechten gaan we dus het inheems perspectief dus moeten meenemen dat eigenlijk collectiviteit, wat betekent ook bescherming van je diversiteit vanuit inheems perspectief, dat je in harmonie leeft met de natuur, dat je die natuur niet vernietigt. Weet je, het heeft te maken met duurzaamheid, het hele perspectief van duurzaamheid, kunnen we vanuit eigenlijk niet alleen de spiritualiteit, maar ook hoe, weet je, inheemse in hun traditionele visie hebben geleefd met de natuur. Dus ik denk absoluut niet dat het waar is van dat we die samenleving, weet je, in twee gaan splitsen en dat het dus vernietigd wordt. Integendeel kan je ook daarmee internationaal het voorbeeld geven over, weet je, dus die interculturele dialoog. Weet je, van dat je aan de ene kant collectieve rechten hebt en dat je aan de andere kant toch hebt, weet je, dus noem het de individuele rechten die in het westers model zitten. En ja, ik denk dat Suriname daarmee dus een hele goede beurt kan maken. We gaan met die afsluiten met betrekking tot de bewering dat die collectieve rechten de ontwikkeling van Suriname zal tegenhouden. Als we kijken hoe Suriname ingedeeld is in het ontwikkelingsperspectief, dan zou je denken dat het dan het beste is, wat willen we de situatie zo laten zoals het is, of willen we gaan voor verbetering? Want wanneer we praten over ontwikkeling van Suriname, dan gaat het niet alleen om ontwikkeling van het kustgebied, ja, maar ook van het binnenland. Nu al met de bestaande wetgeving zien we dat het binnenland onderontwikkeld is en blijft. Wat zal ons hinderen om nieuwe wetgeving te maken waarbij alle belangen, alle groepen weten wat hun rechten en plichten zijn en dat je zorgt ook voor een stukje rechtszekerheid. Een voorbeeld, het voorbeeld van Piki Sarong kan ik aangeven. De mensen zijn in opstand gekomen, in ieder geval een aantal jongeren. Er zijn zaken vernield. Wie heeft schade geleden? Is het de overheid? Het zijn de ondernemers. De bossen zijn, de boomstammen of wat dan ook, zijn uit de bossen. Wie leidt eronder? De lokale gemeenschappen. Ja. Dus het is tijd dat het bedrijfsleven ook gaat begrijpen wat erkenning van deze rechten inhoudt. En dat zij ook zich open moeten stellen om gezamenlijk met de inheemse en tribale volken en de overheid aan tafel te zitten. Om te kijken hoe we zaken nog gaan rechttrekken.
Ik begrijp wel dat het moeilijk is voor de overheid om vergunningen gewoon zomaar in te trekken. Maar een stukje begrip heb je ook nodig. Ga praten met de gemeenschappen. Kijk wat de gemeenschappen zeggen. En zorg ervoor dat die wetgeving er komt. Want zonder wetgeving kan je niet zorgen voor die rechtsbescherming. Ga je die rechtszekerheid niet garanderen voor burgers. Belangrijk. Ja. We gaan echt moeten af. Misschien tot slot. Heel kort. Ik denk heel kort. Ik denk dat het echt noodzakelijk is dat dus de wetgevingsproducten die politieke partijen tot echt machtsfactor hebben gemaakt. En dat is de grondwet van 1987. Ja. Wet op politieke organisaties 88. Terugroeprecht 2005. En recentelijk nog het verbieden van, hoe noem je het, pre-electorale organisaties. Dat allemaal op de operatietafel komt. Waardoor we eigenlijk veel meer balans kunnen brengen in de Surinaamse samenleving. En er ook meer ruimte komt voor de collectieve rechten. Bedankt, meneer Jack Menke. Dat was Achter het Nieuws. Bedankt voor uw aandacht. Tot een volgende aflevering.